Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hoi. Mijn notenkraker ligt in twee, omdat ik de pit uit zo'n perzik wilde openkraken. Dus het is niet gelukt met de notenkraker, maar wel met de bankschroef. Daar lukt alles mee. Ik wilde het binnengedeelte eruit hebben. Een soort klein amandeltje zit erin. Het smaakt ook naar amaretto. 20 van die dingen op een dag zou je kunnen gebruiken om kanker te bovenkomen. Te kunnen komen. Er was destijds was er een kliniek in Amerika die gebruikte een stof genaamd Leatril. Dat lijkt heel erg op de stof in die perzikpitten. En die stof die heet amygdaline, vitamine B17 wordt die ook wel genoemd. En die kliniek die draaide heel goed, had groot succes met kankerpatiënten. Niet alleen perziken en pruimen. Maar ook abrikozen natuurlijk. En de vroegere bittere amandel. De pitten van appels. Daar zit hetzelfde amygdaline in. Mocht ik een adresje weten, dan zet ik het als link onder de video. En oordeel zelf. Bedankt voor het kijken.